Goedemorgen allemaal. Ik ga mezelf heel even opzoeken. Want het is wel zo handig als ik natuurlijk met jullie mee kan lezen. Even mijn geluid op de iPad uitzetten. Nou, daar heb ik in ieder geval geluid. Dus dat is heel fijn. Leuk als je even laat weten als je er bent en of je mij goed kan horen. Ik heb nog heel even mijn kopje koffie erbij. Dan hebben jullie tijd om mij te vinden. Goedemorgen allemaal. Hallo. Beeld en geluid, prima. Nou kijk, dat is de fijnste reactie die je in het begin kan krijgen. Ik heb mijn telefoon laten maken. Want mijn microfoon die deed het op een of andere manier in één keer niet meer. Tenminste, ik dacht dat het aan de microfoon lag. Maar bij de telefoonwinkel bleek dat het inderdaad de microfoon was en de oorspeaker. Dus die hebben ze gemaakt. Dus dan is het extra fijn als het geluid het goed doet. Goedemorgen allemaal. Hallo. Hoi Linda. Hallo. Leuk dat je er ook weer bent. Nou, weer op een woensdagochtend. Hartstikke leuk. En nou, aankomende zaterdag hebben we ook een online demo dag met de nieuwe Essentials lijn. Dus als je zin hebt, dan vinden wij het heel leuk als je dan ook komt kijken. Dan ben ik er uit mijn hoofd om 2:30. En Janine, Sabine en Joyce zijn er dan ook. Dus dan hebben we weer 4 leuke uitzendingen. Maar eerst gaan we vandaag gezellig iets doen. Goedemorgen. Nou, ik neem nog even een slokje. Ik zeg er even bij voorbaat bij. Ik denk over ongeveer 10 minuten, een kwartiertje gaat er heel even een pompje piepen. Maar dan zet ik hem heel snel weer uit. Dus niet schrikken als je een piepje hoort. Dan zijn jullie daar in ieder geval van op de hoogte. Nou, ik dacht, wat gaan we deze keer eens doen? En nou, ik denk dat de meeste van jullie inmiddels wel weten dat ik eigenlijk van alles leuk vind. Ik kan nooit zo goed kiezen. Ik vind mixed media leuk. Ik vind dingen met papier maken leuk. Ik vind doosjes maken leuk. Albums maken leuk. Van alles. Dus eigenlijk probeer ik een beetje af te wisselen. En ik dacht, ik ga iets bedenken waar we een klein presentje in kunnen geven. En toen kwam ik op een theedoosje uit. Ik heb deze al vaker gemaakt. Ik heb de maten iets aangepast. Dus mocht je deze ook willen maken, de maten die ik nu gebruik, die zijn voor de Pickwick theezakjes. Dus ik zal hem even laten zien. Ik heb hier gewoon even een voorbeeldje gemaakt. Je kunt hem natuurlijk nog veel meer versieren. Dat ga ik als aan de hand van hoeveel tijd we hebben ook met die andere wel doen. Maar ik wilde jullie in ieder geval even laten zien wat ik wilde maken. We gaan dus een doosje maken waar je theezakjes in kan doen. En ik heb er nu maar even 2 theezakjes in voor het voorbeeld. Maar je kunt hem dus helemaal vullen met theezakjes. Ik ga even kijken. Ja, dat kun je volgens mij in de camera wel redelijk zien. Nou, dekseltje er weer op. En dan kun je die theezakjes er hieronder dus uitpakken. En dan valt die volgende ook gewoon weer naar beneden. Dus ik vind het zelf wel een leuk cadeautje. Ik heb hem ooit gemaakt als afscheidscadeautje voor een vrijwilliger. En toen heb ik alle kinderen een briefje in zo'n theezakje laten doen. Of had ik ze erop geniet? Ik heb ze er volgens mij aan geniet. Dus dat iedereen een briefje met een herinnering van die vrijwilliger erop deed. En elke keer als ze dan kopje thee wilde pakken en ze pakte een smaakje thee, dan had ze dus een briefje van een kind als herinnering. Dus dat is ook eventueel een ideetje. Zo kun je er natuurlijk van alles mee doen. Maar ook gewoon om iets te geven. Ik denk, maar dat bedacht ik me vanochtend, dat de After Eight chocolaatjes er ook wel in kunnen. De maat die kun je natuurlijk eventueel aanpassen. Mocht je iets heel graag willen maken en je denkt, hoe ga ik die maat aanpassen? Mag je me ook nog een berichtje sturen? Dan ga ik even met je meedenken. Maar ik denk dat die er ook in passen. Misschien dat ze iets meer ruimte hebben. Maar dat zou eventueel ook nog kunnen. Nu had ik wel ook deze theezakjes van Pickwick. Even kijken hoor. Ik ga even
een beetje lawaai maken. Deze. Dat is ook van Pickwick, maar dat is een ander formaat. En die past er wel in, maar die zit iets strakker. Dus, nou ja, dat is even goed om te weten. Oké, nou, dat gaan we vandaag even doen. Even kijken. Hallo allemaal, voor degene die nog binnenkomt. Ik zie dat Arlette zichzelf tagt. Nou, dan heb je me denk ik wel gevonden. Goed, dan gaan we gezellig beginnen. En ik heb ook eventjes een papiertje uitgeprint, zodat jullie eventueel mee kunnen lezen. Als je dat fijn vindt, dan zie je een beetje wat we gaan doen. En voordat we gaan beginnen, dacht ik, ik ga eens aan jullie vragen. Ja, ik heb de maten dus zelfs hier bij liggen. Dus als je mee gaat doen, dan kun je dus ook meelezen. Ook de plekken waar ik ga rillen, voor als ik te snel ga. En ik zal dit bestand zal ik strakjes ook uploaden in de groep. Ja? Dus dat gaat helemaal goed komen. Je ziet dat ik mijn pen een afmeting er achteraan heb gezet. En dat is omdat ik in het voorbeeld die 10,2 bij 9,7 heb gebruikt. Maar ik vind het zelf mooier als die net een millimeter groter is. Ja, waar hebben we het over? Over een millimeter. Dus vandaar dat ik die erachter heb gezet. Maar het kan dus ook prima met die eerste afmeting. Want die heb ik hier ook gebruikt. Dat gaat over de bodem. Maar dat vertel ik zo. Maar voordat we gaan beginnen wil ik heel even kijken welke kleur papier ik ga gebruiken. En eigenlijk zat ik vanochtend en gisteren, want toen was ik het voorbeeld aan het maken, met keuzestress. Want ik dacht, alle papier is mooi, help. Welke kleuren ga ik dit keer gebruiken? Dus mijn vraag aan degenen die nu meekijken, wat vinden jullie leuk? Ik zat te denken om eventueel goud als kartstok te gebruiken. Wat ben je schor? Ja, ik ben inderdaad een beetje schor. Dat klopt. Nou echt iedereen hier is verkouden. En zowel mijn kind als partner, die zijn de hele tijd aan het hoesten. Maar ik heb vorige week vier verstandskiezen verwijderd. Dus ik heb toen heel weinig gesproken. Dus ik denk dat het een beetje samenhangt. Maar dat klopt een beetje. Ik dacht inderdaad goud. En dan zat ik te denken aan bijvoorbeeld dit designpapier. Of ik dacht, we kunnen ook een keer in een hele andere tint gaan. En dan roze met deze bloemen. Maar dan is dus het doosje wat hier kraft is in het roze. Dus ik was een beetje in twijfel, wordt dat niet te roze? Dus ik hoor graag jullie voorkeur. Hey, Fenke kijkt ook gezellig. Hallo. Allebei mooi. En mag ik nog zelf gaan kiezen. Roze zie ik hier. Goud. Roze. Oké, ik zie al vaker roze, dus we gaan voor de roze. Kijk, hartstikke leuk. Nu leg ik het even een beetje aan de kant. Zo. En die gouden is trouwens ook dit papier, maar dan dus de gouden variant van Le Sun, als ik het goed uitspreek. En voor degenen die dat willen weten. En deze roze, die komt uit dat Craft Companion pakketje. Nou, ik heb hier in ieder geval als eerste opgeschreven welke maten we nodig hebben voor het kaartstok. Dus ik ga eerst die drie stukjes kaartstok snijden, want ik ga gewoon met jullie meesnijden. En dan gaan we stap voor stap beginnen per onderdeel. Dus ik snijd eerst eventjes een stukje roze kaartstok van 13,5 bij 26 centimeter. Nou, dan gaan jullie die 26 denk ik even op de camera niet helemaal zien.
Maar ik denk dat dat wel goed moet komen. Nou, 13,5. Kijk, dat is dat piepje waar ik het over had. Die gaat wel even door hoor. Zo. Dat is 1. Nou, dan snijd ik er eentje. Wat ik had opgeschreven, 10,2 bij 9,7. Die heb ik ook gebruikt voor het voorbeeld. Ik zelf ga hem nu 1 mm groter maken. Dus ik snijd hem 10,3 bij 9,8. 10,3 bij 9,8. Kijk, en ik dacht, ik kan wel alles van tevoren weer gaan snijden. Maar ik vond het en leuk dat jullie met de kleurtjes mee gingen kiezen. En omdat het voor jullie soms ook gewoon, als je dan mee wil doen, dan heb je daar ook gewoon nog de tijd voor. Dan kun je gerust nog meedoen. Nou, de laatste cardstock stukje wat we gaan snijden is 13,3 bij 13,8. En dat is voor de deksel. Nou, dan ga ik even mijn restjes aan de kant, want anders gaan we ons door de war halen. Het snaarapparaat laat ik heel even liggen hoor. Hoi Carla, leuk dat je erbij bent. Nee, je hebt helemaal niet veel gemist. Ik ga dit theedoosje maken. En mocht je mee willen doen, dan leg ik het papiertje gewoon in beeld. Dus je kunt gerust nog meedoen. Ik heb alleen de eerste stukjes cardstock nog gesneden. Dus één van 13,5 bij 26, één van 10,3 bij 9,8 en één van 13,3 bij 13,8. Dat is het eerste wat ik heb gedaan en die gaan we nu stuk voor stuk rillen. Maar je kunt hem ook gerust terugkijken. Nou, ik begin bij het grootste stukje. En jullie zagen op mijn voorbeeldje al dit plaatje. Dit is uiteindelijk wat we met het grote stuk cardstock gaan creëren. Dus we pakken als eerst het stuk van 13,5 bij 26. En dan flap ik deze nog heel even open. En dan gaan we daar even rillijnen op maken. En de eerste is op 6,5 centimeter. Nou, ik doe dit dus met mijn snij- en rilbord. Alleen je kunt dat natuurlijk ook gewoon met een liniaal en een riltool doen. Of met een rilbord. Nou, dan gaan we naar 12,5 centimeter. 19 centimeter. En de laatste is 25 centimeter. En dan houden we een plakstrookje over. Kijk. Ik laat hem even zien. Dan denk ik dat je het heel lichtjes wel ziet op de camera. Nou heb ik 1, 2, 3, 4 grote vakken. En 1 klein strookje van een centimeter. Dat is je plakstrook. Die leggen we heel even aan de kant. Want dan gaan we eerst het volgende rillen. En dan komen we hier dadelijk bij terug. Nou. Dan zet ik nu dat piepje uit. Ja, daar was hij. Dan beginnen we vervolgens met het stukje van 10,3 bij 9,8. En deze die is voor de bodem. Dus dat is zeg maar dit stukje wat we hieronder in gaan maken. Waar jouw theezakjes ja, op vallen eigenlijk. Hoi Ria. Ik doe dit bord heel even dicht, want we hebben nu toch niet meer zo'n grote maten. En dan kunnen jullie het ietsjes beter zien. Hebben jullie ook dat het beeld een beetje knippert of ligt dat gewoon aan mijn iPad? Want anders dan doe ik die lamp een beetje weg. Kijken of dat helpt. Dus misschien. Leuk projectje. Dankjewel Henrike. Heel leuk om te lezen. Nou, deze die gaan we op alle zijden rillen. Dus alle vier de kanten, die gaan we rillen op 0,9 en op 1,9 centimeter. Oh, bij jullie knipperen het ook. Ja, bij mij knippert het nu niet meer. Dus ik denk dat het de lamp was die wat knipperde. Dus ik heb die heel even aan de kant geschoven. Volgens mij is dit beter.
Ja, mag je gewoon zeggen hoor, want ik zag het inderdaad in de iPad ook. Nou, even als herhaling voor degenen die dat hadden gemist. We gaan deze rillen op 0,9 en op 1,9 centimeter. En dan alle kanten. En dat is altijd bij die 0,9 een beetje een gepriegel, vind ik. Zo. Als je hem dan dicht doet. Ja. 0,9 en 1,9. En ik heb hier al een voorbeeldje liggen wat je dan dadelijk gaat krijgen als we gaan knippen. Want vaak is het wat duidelijker als je voor je ziet hoe het eruit moet komen te zien. En hebben jullie nog Sinterklaas gevierd? Misschien iets creatiefs gekregen. Dit is natuurlijk wat je nu krijgt. Je hebt in het midden een... Ja, het lijkt een vierkant. Maar het is eigenlijk een rechthoekje. Want hij is net aan deze kant iets korter. En vervolgens heb je allemaal strepen en hokjes. Die leggen we ook even aan de kant. En dan gaan we het laatste stukje rillen. En eigenlijk doen we daar precies hetzelfde. Die gaan we gewoon ook aan alle kanten rillen, maar dan op 1,5 centimeter en 3,5 centimeter. Dus deze leggen we op 1,5 centimeter. 3,5 centimeter. Gezellig gegeten bij ouders. Oh, dat is ook gezellig. Nou, wij hebben het heel klein gedaan. Mijn dochter snapt dat allemaal nog niet zo, maar het was wel gezellig. En nog plannen met de kerst? Zijn jullie dan helemaal druk of zijn jullie lekker... Juist van het rustig bijkomen. Wij proberen altijd een beetje af te wisselen tussen en bezoekjes, maar ook gewoon tijd thuis te hebben. Kijk, nou, wat ik al zei, hier hebben we hem eigenlijk een beetje hetzelfde als in de kleine variant, maar dan is alles wat groter. Dit is namelijk de deksel. Deze twee leggen we even aan de kant, want hier moet ik wel wat van uitleggen wat we gaan knippen. En we beginnen even bij het grootste stukje. Nou, en als we deze voor ons hebben liggen, dan ga ik hem eerst heel even vouwen. Want dan kan ik het even een beetje beter laten zien. Dus ik doe hem nog niet helemaal scherp vouwen, maar gewoon heel even een klein beetje. Door die rillijnen is dat natuurlijk heel makkelijk. Zo. En als ik hem dan nu zo voor mij neerleg... Dan ga ik bij het tweede vakje van de linkerkant, dus aan de kant waar geen plakstrip zit, daar gaan we een hapje uithalen. Want dat is het hapje wat hier aan de voorkant komt. Nou, hoe doe ik dat? Ik pak eventjes een liniaaltje en een potlood. En dan moet ik heel eventjes... achter de iPad zitten, want ik heb de iPad ervoor staan om jullie reacties mee te lezen. De eerste kerstdag komen de kinderen en moeder hier. Ach, gezellig. Gezellig. Geen etenstijl, nee. Ja, ik vind de sfeer van kerst niet altijd heel gezellig. We hebben de kerstboom al staan. Ik vind het altijd wel heel gezellig. Gewoon lekker onder een dekentje. En ik probeer ook altijd een beetje hobbytijd over te houden. Nou, wat we hier gaan doen is een markering zetten op 2 centimeter. Dus ik heb bij beide kanten, ik laat hem even wat dichterbij zien. Vanaf onder
naar boven 2 centimeter. Daar heb ik even een streepje gezet. En dat heb ik aan die kant ook gedaan. En die gaan we even met elkaar verbinden. Zo. Dan gaan we deze eventjes inknippen. Gewoon op de rillijn. Zo, naar het puntje toe. En dan pak ik heel eventjes mijn snijmatje erbij. Om dit stukje eruit te snijden. En nou ja, het is een beetje zonde om mijn tafel door te snijden. En ik wilde wel een gezellige achtergrond of ondergrond hebben met de live. Dus toen dacht ik, nou, dan pak ik wel heel eventjes hem erbij als we hem nodig hebben. Nou, dit zou je natuurlijk ook kunnen doen met je snijapparaat. Want we gaan alleen dit stukje doorsnijden. Alleen dat vind ik toch altijd een beetje spannend of ik dan hem niet net in de volgende doorsnij. Dus ik gebruik gewoon even dit mesje. Dat is natuurlijk heel persoonlijk wat voor mesje je fijn vindt. Ik vind deze fijn. Ik haal hem heel even een klein beetje naar mij toe, jongens. Want anders dan kan ik het niet goed zien. Ik hoop dat ik er niet te veel in beeld zit. Zo. Kijk, dan hebben we hier dit hapje eruit. Er zit daar nog een, deze kan aan de kant. Zo. Heel eventjes dat potloodstreepje wegkummen. Maar ik denk niet dat je het echt goed ziet. Zo. Nou, wat ik dan ga doen is eventjes een stipje zetten in het midden. Nou, dit stukje, dat is 6 centimeter breed. Dus ik zet een stipje hier op 3 centimeter. Want ik wil ongeveer in het midden, dat komt natuurlijk niet helemaal precies, een half hapje met de cirkelpons eruit halen. En nou had ik die cirkelpons hier neergezet. Hier. Dus altijd als je spullen klaar wil zetten, dan wil je het natuurlijk wel een beetje bij de hand hebben. Nou, dat maakt natuurlijk niet zoveel uit welke je hebt. Ik doe deze dus zorgen dat het puntje ongeveer in het midden zit. En dan doe ik een halve, iets minder dan de helft, eruit. En dan heb ik dus dit golfje. Heb je nou geen cirkelpons, dan kan het natuurlijk ook gerust met een cirkelstandje. Die je hierop oplegt. Alleen, het is wel handig om eerst dat stukje eruit te halen. Voordat je hem natuurlijk gaat vastplakken, want dan lukt dat niet meer. Nou, ik vind het leuk om de randjes wel even een beetje te beinkten. Dus dat ga ik even eerst doen. En dan plakken we deze in elkaar. En deze keer ga ik voor de walnutsteen. Dus niet de vintage foto. Ja, soms. Nou, dat hoeft niet veel te zijn. Gewoon dat het net een beetje. Dat is natuurlijk helemaal niet verplicht, hè? Dat vind ik gewoon leuk. Kunnen jullie tot nu toe een beetje volgen? Want als ik te snel ga, moeten jullie het ook zeggen, hè? Dankjewel, Emmy. Nou, doen we deze nog even. En dan pak ik er heel even een vouwbeen bij. Om die vouwen eventjes mooi scherp te maken.
fijn. Fijn dat het duidelijk is. Ja, de reacties lopen altijd ietsjes achter. Dus ik weet niet of er nu toevallig iemand meedoet. Maar als je dan meedoet, dan herken ik dat ik soms denk, oh, wat deed je ook alweer? En dan wil je bij proberen te houden, maar gaat het soms toch net een beetje snel. Dus geef dan vooral even een geel. Nou, wat ik doe bij die plakstrook, is dat ik heel eventjes ze schuin afsnij. En dat doe ik zodat het gewoon mooi is met plakken. Nou, is het aan jezelf of je deze vastplakt met lijm of met tape? Wat ik doe is even een stukje tape en vervolgens doe ik er nog een klein beetje lijm overheen. Ik pak heel eventjes mijn tape. En die lijm die ik er overheen doe is echt puur zodat ik hem eventueel nog een beetje kan schuiven. Oh, helemaal goed, Elma. Leuk als je hem gaat maken. Nou, ik zou het heel leuk vinden als je een foto plaatst als je hem hebt gemaakt. Nou, ik ga eventjes andere lijm pakken, want ik had Studio Light lijm klaargezet. Maar ik hoorde net al iets vallen. Dus ik denk dat mijn lijmtubetje op de grond is gevallen. Maar daar kunnen jullie vast even doorheen kijken. Nou, wat ik makkelijk vind, is als ik hier nu lijm op heb gedaan, om deze gewoon even zo neer te leggen. En dan deze erop te vouwen. En de lijmstrook dus aan de binnenkant vast te plakken. Dus zorg ervoor dat je aan deze kant de lijm doet en niet aan die kant. Het kan wel, maar dan heb je de lijmstrook aan de buitenkant. Dus dan zie je dat strookje. Dus mocht dat gebeuren, het is echt geen ramp. Maar zo is die gewoon net wat mooier afgewerkt. Zo. Kijk. En dan hebben we stap 1. Het doosje. En dan zie je hier dus helemaal niet meer dat die lijmstrook daar zit, want die zit mooi aan de binnenkant. Deze zet ik heel even aan de kant. Dan gaan we naar deze stukjes. En zoals ik al zei, had ik hier even een voorbeeldje klaargelegd, zodat jullie zien wat we allemaal moeten gaan knippen. Want we moeten natuurlijk stukjes gaan wegknippen om hem te kunnen gaan vouwen. Nou, ik ga proberen dat heel rustig uit te leggen. Dan, hoe hoog is het doosje? Ik ga meteen voor je opmeten. Het doosje is uit mijn hoofd 13, ja klopt, 13,6 inclusief zeg maar de bodem. Want aan de voorkant heb je er een hapje uitgehaald. Dus zeg maar 13,5. 13,6. Dat is de hoogte zonder deksel. En met deksel is die dus ietsjes hoger. Want in principe valt dit er gewoon overheen. Maar dan is die natuurlijk ietsjes hoger. Ja, dat scheelt echt een millimeter. Er kunnen dus ook echt wel een hele hoop theezakjes in. Ik kan het wel voor jullie uitmeten. Maar ik dacht uit mijn hoofd dat ik de vorige keer er echt wel 20 zakjes in had. Geeft dat antwoord op je vraag? Zo, wat we gaan doen. We hebben deze, ik begin met de kleinste. We hebben die vierkantjes onderop zitten. En we gaan op de rillijnen inknippen. Dus we knippen deze op de rillijnen, dat je die twee blokjes zeg maar hoog knipt. Dat doe je ook bij de andere kant. En dan even kijken of ik iets had gemist hoor. Oh, graag gedaan Wil. Graag gedaan. Dus je knipt hem omhoog. Nog een keer omhoog. Je draait hem. En dan knippen we deze blokjes eraf. En het andere blokje knippen we één stukje, zodat het onderste blokje er ook afvalt. En dan heb je dus zeg maar nog één blokje over.
doen we ook aan deze kant. Knip deze omhoog. Knip deze ook omhoog. Ik draai hem. Ik knip de linkerkant omhoog, waardoor de blokjes eraf vallen. Die andere knip ik er eentje omhoog, waardoor het onderste blokje eraf valt. Doe ik ook bij deze. Knip hem omhoog. Knip hem nog een keer omhoog. Draai hem. Ik doe het allemaal op dezelfde manier, ondanks dat het spiegelbeeld is. Maar ik vind het altijd makkelijker om alles hetzelfde te doen. Deze knip ik weer omhoog, waardoor die blokjes eraf vallen. Deze knip ik tot één blokje omhoog, waardoor alleen het onderste blokje eraf valt. Even kijken. En deze die had ik andersom gedaan, dus die doe ik even anders. Want dan hoeven jullie daar niet over na te denken. Als ik die nu laat zien, dan denken jullie, ah, wat moest ik doen? Zo. Dus dan heb je overal nog één blokje. Wat ik vervolgens doe, is de blokjes een beetje schuin afknippen. Dus ik ga hier voor dat blokje staan. Ik knip hem een beetje schuin naar boven. En dat doe ik aan de andere kant ook. Want dan heb ik iets meer ruimte om hem straks mooi te kunnen plakken. Dat doe ik ook met die strip hieronder. Want dat wordt onze zeg maar plakstrip. Daar knip ik ze ook schuin af. En mocht het te snel zijn gegaan, je kunt hem sowieso altijd terugkijken. Maar ik ga hem dan precies hetzelfde ook bij die grotere versie doen. Dus jullie kunnen het gewoon nog een keer dadelijk zien. Ik zal straks ook wel even foto's in de groep zetten. Zo. Doen we dat bij die ook nog even. En mocht je bij eentje nou net iets anders hebben geknipt, dan is dat niet zo erg, hè? Oh, die had ik niet ingeknipt. Zo, ja, dan zijn we die rond. Leggen we die even aan de kant. Dus, dan gaan we bij deze nog een keer. Ik begin met deze inknippen. Dan doe ik deze ook inknippen. Dan ga ik hem draaien. Ga ik de linkerlijn helemaal inknippen. Ga ik dit rechte lijntje alleen het onderste stukje erin knippen. Waardoor ik alleen deze heb. Gaan we naar deze. Weer deze inknippen. Draaien. De linkerlijn helemaal eraf. En de onderste alleen één stukje. Is dit te volgen? Ik kijk heel even naar de reacties. Ja, deze komt ook op YouTube te staan. Zeker. Deze die komt zowel op de Hobbyvision kanaal. En ik heb sinds kort een eigen kanaal. Dus daar zal ik hem ook op zetten. Dan is hij gewoon terug te vinden. Zo. En dat is zeker bij al die dingetjes inknippen altijd wel fijn als je het nog even terug kan kijken. Want ik kan me voorstellen dat je denkt, oh. En zeker als je erover nadenkt, oh jee, hij moet een spiegelbeeld. Dan wordt dat een beetje ingewikkeld, hè. Daarom probeer ik het altijd allemaal op dezelfde manier te doen. Nou, ook hier gaan we eventjes schuine stukjes knippen. Ah, fijn dat het duidelijk is. Super. Nou, en dan denk ik dat we in ieder geval de basis nog wel gewoon kunnen versieren. En als we hem, of in ieder geval met een designpapier. En uiteraard plaats ik even een foto als hij af is. Hebben jullie nog wensen wat je met een live zou willen zien? Vinden we altijd wel leuk om te weten. Vind je het leuk om, om wat kaarten te maken? Of een beetje mixed media-achtig? Of een tag? Of juist doosjes? Of
Wat zouden jullie leuk vinden om de komende tijd in Luis te zien? Ben ik wel heel benieuwd naar. Ik ga ondertussen, als jullie dat een type zijn, dan... ja, hè, dat dacht ik net ook, dat ik bij de deksel eentje vergeten was. Hier. Klopt. Oh, en er zit er eentje los, zie ik. Zo. Mixed media. Nou, ondertussen dat jullie lekker aan het typen zijn, ga ik eventjes deze randjes helemaal vouwen. En dat doe ik gewoon door, nou ja, door de rillijnen te volgen en eventjes met een vouwbeentje. Dus alle randjes. Nou, je zag dat ik bij het dekseltje heb ik er eentje een beetje los zitten. Maar dat in flapje, maar dat is niet erg. Dat ga ik helemaal oplossen. Zo. Zo, echt mooi papier dit cardstock. Ik vind die Bordeaux rode, die glimmende, zo mooi. Die heb ik hier voor de bloemen gebruikt. Maar ja, drie keer raden, die is zo goed als op. Wat we hier gaan doen, is deze in elkaar vouwen. Nou, en je ziet eigenlijk al een beetje wat er ontstaat. Het is het meest stevig als we... Ik ga proberen dit goed in beeld te krijgen hoor. Om aan iedere kant een flapje te krijgen. Dus dit flapje gaat die kant op, deze gaat die kant op, die gaat die kant op en deze gaat die kant op. Dus ze gaan zo allemaal in het midden. En dan vouw ik deze flapjes allemaal eroverheen, zodat je een stevig dekseltje hebt. Nou, die ga ik eventjes eerst wat tape doen, want ik denk dat dit kartonnen zo mooi stevig dat tape handiger is. Dus ik doe even hier aan de bovenkant tape en dan ga ik de rest wel eventjes met lijm doen. Maar het zou zonde zijn als die niet goed blijft plakken. Er zat een beetje stempelinkt aan mijn blokje, denk ik. Ja, dat is de binnenkant. De tape is een beetje verkleurd. Nou, zoals ik zei, dit hoeft natuurlijk niet met tape, hè? Maar het is maar net wat je fijn vindt. En dit kartstok is gewoon heel stevig. Dus ik denk dat het met tape wel net iets beter vast blijft zitten. Nou, dan ga ik er nog wel heel even met lijm overheen. En deze ga ik aan de andere kant plakken. Want die komt natuurlijk... Kijk, deze kant plakken heeft geen zin. Hij moet aan... de buitenkant van de flapjes lijm krijgen. Zo. Dan hou ik hem daar even vast. En dan ga ik deze tegelijk, dat gaan jullie misschien een beetje moeilijk zien, vast plakken. Nou, doen we ook bij deze kant. Hier een beetje lijm op. Hij plakt eigenlijk wel goed. Nou, doen we deze flap weer naar binnen. En dan schuif ik ze eigenlijk als het ware tegelijk die kant op, zodat ik weet dat ze zeker strak zitten. Zo, hou ik ze even vast. En wat ik dan zelf fijn vind, maar ja, alles kan op verschillende manieren, is heel eventjes mijn dekseltje zo neerzetten en met mijn vouwbeen het aandrukken. Kijk, dan is ons dekseltje klaar. Nou, die wordt uiteraard nog even beïnkt. Het moet overal hetzelfde zijn, hè?
En dit kan natuurlijk, dit vind ik op zich ook wel heel leuk om de randjes met gesso te doen. Heb ik nu bewust niet gedaan, omdat het dan net iets dikker wordt. En zeker als je deze met gesso gaat doen aan de bovenkant, dan komt je dekseltje natuurlijk wat strakker te zitten. Dus het kan wel, maar zorg ervoor als je dan dus met inkt of een gesso of zo je randjes bewerkt, dat je dat niet te dik maakt. Want dan kan je dekseltje er niet mooi overheen schuiven. Dus even een tipje. Dan gaan we naar deze. En ik ga hier heel eventjes een klein beetje tape achter doen. Zo. Nou, die gaan we heel eventjes vouwen. En als dat flapje eraf valt, is het trouwens geen probleem hoor. Want hij is gewoon hartstikke stevig. Dus dat is niet zo erg. Dat is als je er dan aan het knippen bent, terwijl je er niet zo heel goed voor zit. Zo. Even kijken. Gaan we die ook weer even met lijn doen? Ja, goede vraag. Ik ben uitgegaan van de theezakjes van Pickwick. En dan gewoon de meest gangbare maat, zeg maar. Want je hebt natuurlijk verschillende soorten. Maar wat ik in het begin zei ik van, ik denk dat bijvoorbeeld de After Eight chocolaatjes er ook wel in passen. En anders kun je natuurlijk wel de afmeting aanpassen. Dus mocht je iets willen maken of iets specifieks erin willen doen. Dan is die wel aan te passen. En daar wil ik ook nog gerust bij helpen als dat een vraag is. Zo. Halen we deze even af. Ik gebruik trouwens van die waxpen van Studio Light de achterkant, die prikpen. Super fijn. Ik vind het echt heel handig. Hij is alleen wel echt spits en scherp. Wat natuurlijk handig is. Alleen voorzichtig. Want ik had hem onder mijn nagel zitten van de week. Kan je vertellen dat dat iets minder handig was? En dan had ik, er zit natuurlijk gewoon zo'n heel mooi beschermhoesje omheen. Maar hij is goed scherp. Ja. Nou, deze gaan we dus ook weer even lijmen. Aan de buitenkant. Ja, dat was inderdaad niet zo fijn, nee. Het was ook flink aan bloeden. Nou, we bloedverdunners, dus dan gaat het sowieso allemaal wel snel. Maar dat lesje had ik meteen geleerd. Nou, dit is even een beetje priegelen, maar ik denk dat jullie wel snappen wat ik weer ga doen. Ik ga al die flapjes weer naar binnen doen. En dan probeer ik ze altijd een beetje tegelijk vast te houden. En dan begin ik even bij dat stukje wat een beetje kwetsbaar is. Ja, dat beschermhoesje is inderdaad heel klein, maar hij is ook gewoon, ik heb hem hier. Hij is ook gewoon zo doorzichtig, dat je hem inderdaad snel over het hoofd ziet, hè. Ga ik eigenlijk heel even kijken naar de tijd.
of ik jullie het verschil kan laten zien tussen deze en dat ene millimetertje groter. Ik heb hem nu dus echt het de basisformaat, zeg maar, van je bodem. Had ik dus maar op beide kanten 1 mm groter gemaakt en de rillijnen gelijk gehouden. Waardoor dit driehoekje, of driehoekje hoor mij, rechthoekje, net ietsjes groter is. Maar je ziet dat hij nu echt helemaal precies valt. Deze passen gewoon helemaal precies tussen. Bij deze was dat ook. Alleen zie je dat hij hier net ietsje schaapt. Dus het kan allebei. Nou is dit cardstock, wat ik zeg maar die kraft, die is ook gewoon ietsjes dikker. Dus ik denk dat daardoor het ook gewoon net iets meer spinning had. Maar persoonlijk vind ik deze, die 1 mm groter, ook al denk je dat het niks scheelt, wel net iets mooier. Wat ik nu ga doen, dit is de bodem en die bodem komt dus hier onderin. Ik ga even kijken welke kant ik het mooiste vind om aan de voorkant te hebben. Want de achterkant zie je namelijk niet meer. Ja, dat is deze kant denk ik. En nou ga ik die aan. Even goed uitleggen. De voorkant geen lijn geven. Aan de rechterkant achterkant en linkerkant wel. Want daar gaan we hem plakken. En mocht je per ongeluk aan de voorkant wel lijn doen, geen probleem. Want je kunt er natuurlijk voor kiezen dat je hem daar een beetje designpapier geeft. Dat had ik in mijn voorbeeld wel gedaan. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Tape je er niet vanaf. Ja. Ik ben nog met een filmpje bezig om die te bewerken. Muziekje eronder te zetten en zo. Dus die hoop ik vandaag ook af te krijgen. Alleen een verbinding wilde van de week niet meewerken. Dus ik had hem in verschillende etappes. Ik draai hem heel even om. Dat vind ik iets makkelijker plakken. Nou, gaan we heel even naar me toe. De dames en hier. Als de heren meekijken. Anders dan ga ik hem dus scheef inplakken en dat is zonde. Kijk. Nu hebben we deze bodem er gewoon ingeplakt. En dan lijkt het net alsof we die al in het begin hadden. Hier komen dus jouw theezakjes overheen. Nou, dan hadden we ook nog ons dekseltje. Schrik niet als je denkt, hey, hij past helemaal niet. Hij is dus, de voorkant is ietsjes korter. Dus dan past hij er precies op. Dus zo is die iets langer. Dus dan moet je hem even draaien. Dit is de basis. En dan kunnen we lekker gaan versieren. Nou, ik ga denk ik het designpapier nog lekker heel even met jullie snijden en beplakken. En dan ga ik vervolgens het versieren gewoon strakjes even doen. En dan laat ik die in een, op de foto of in een klein filmpje nog even zien wat het eindresultaat is geworden. Even kijken. Nou had ik bedacht om dus, met jullie samen had ik dat bedacht, om dit vel te gebruiken.
En die hebben we in het klein, maar die hebben we van 20 bij 20, maar die hebben we ook in het groot. Nou vind ik het zelf mooi als die doorloopt. Nou, ik heb op mijn blaadje voor jullie de designpapiertjes, de afmetingen ook opgeschreven. Nou is het wel zo, het is een beetje persoonlijk wat jij leuk vindt aan wat je nog ziet aan jouw cardstock. Dus ik heb hier overal nog een randje overgehouden, omdat ik dat zelf gewoon leuk vind. Wil je dat aangesloten hebben, dan zul je het designpapier natuurlijk iets groter moeten maken. En het is belangrijk dat als jij wil dat jouw patroon doorloopt, dat je even goed kijkt naar de afmetingen. Want de voorkant, ik zal het met een lineaaltje laten zien, dat is iets makkelijker, is iets smaller. Dus hier aan de voorkant heb je een designpapierstukje nodig van 5,5 centimeter. Als je vervolgens jouw papiertje naar rechts zou willen door laten lopen, dan moet je dus het tweede stukje wat je snijdt, die moet je iets breder maken, namelijk 6 centimeter. Ik zal dat er wel even bij typen. Dus als jij meteen alles gaat snijden en daarna gaat kijken hoe je hem wil plakken, dat kan. Maar als je wil dat een patroon echt doorloopt, dan moet je hem dus wel heel even afwisselend snijden. Dus iets smaller en dan iets breder. Snap jullie wat ik dan bedoel? Dus wat ik ga doen, ik ga even kijken wat ik nu aan de voorkant wil. Ja, ik ga beginnen om de achterkant te snijden. Dus dat is die van 5,5 centimeter breedte. Die strook ga ik hier even neerleggen. Dan ga ik een strook snijden van 6 centimeter breed. Want die komt ernaast. Leg ik hem er gewoon weer even naast. Dan ga ik er weer eentje van 5,5 snijden. En dan als laatste weer eentje van 6. En op die manier loopt mijn afbeelding strakjes gewoon door. Oké. Nou ga ik ze in eerste instantie allemaal in dezelfde hoogte snijden. Omdat ik dat gewoon makkelijk vind. En dan ga ik er eentje 11 van maken. Want daar hebben we dat stukje uitgehaald. Dus die is iets korter. Dus ik draai deze die kant op, omdat ik het onderste stuk wil gebruiken. Die doe ik op 13 centimeter. Nou, die leg ik even helemaal links voor mij, want dat was de allerlinkste. Nou, deze ook 13 centimeter. Leg ik ernaast. Ik spiek eventjes of jullie hier... Mijn eigen YouTube is gewoon mijn naam. Rianne Leverink. Ik zal hem straks, als ik de foto plaats, er ook wel weer even bijzetten. Ik heb hem vorige week foto's geplaatst van faux stamps die ik had gemaakt. Van die postzegels. En daar had ik het linkje bij ingezet. Oh jee, ik krijg allemaal boze poppetjes van iemand. Nee, ik denk dat dat wel per ongeluk is. Ik ben in ieder geval heel vrolijk. Mag dat? Zo. Oké. Kijk. Nou, ik was begonnen met die van de achterkant. Dus die komt daar. Deze komt hier. Deze komt hier voor. En deze komt hier links. Dan ga ik eerst eventjes die voorkant aan de kant leggen. En de rest ga ik vast eventjes in het laagje geven en plakken. Nou, echt leuk jullie reacties. Ja, ik vind het altijd wel leuk om dan iets aan iemand te kunnen geven. Gewoon een kleinigheidje.
toch wel echt heel leuk met dat roze, moet ik zeggen. Hebben jullie favoriete kleuren? Ik had eigenlijk altijd de kleur blauw. Maar ik moet zeggen dat ik qua creativiteit verschillende kleuren wel heel mooi kan vinden. Ik hou niet echt van de hele felle, intense kleuren. Maar ja, vintage is toch wel echt mijn ding. Maar ik kan het ook wel heel leuk vinden om met warme kleuren, een beetje passend bij ja, de tijd van het jaar, denk ik. Hey, dit hoekje van het papier was iets verbogen, zag ik. Het zat al in papier, dus die gaan we even iets rechter doen. Nou, ik kijk als ik dit opplak, dat die lineaal in dit geval gewoon mooi doorloopt. Nou, dan gaan we naar de achterkant. Of had ik hier nu eerst deze liggen? Ja. Die voorkant wil ik nog eventjes laten voor wat het is. Ja, inderdaad, Anna, herfst en winterkleuren, die vind ik ook echt heel mooi. Die, weet je, die warme tinten, daar ben ik wel echt van. Ja, en dus inderdaad blauw. Maar ik moet zeggen dat ik dat Bordeaux rode van de In The Peace lijn ook wel heel mooi vind. Maar dat is dan ook een beetje omdat het dan al meteen die warme uitstraling geeft, denk ik. Van echt lila ben ik niet zo van. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon heel persoonlijk. Nou, deze die maken we dus weer ietsjes korter. Die snij ik even op 11. Ik had hier ook ergens... Oh ja, dat is handiger. Hoe zeg ik? Ik had hier ergens mijn kleine dingen liggen. Dus dan doe ik er gewoon even 2 centimeter af. Zo. En ik vind het mooi om hier dan ook een hapje uit te halen. Dan kun je dat op verschillende manieren doen. Je kunt eventjes aftekenen waar die nu ongeveer komt. Dus ik pak even een potloodje om dat te laten zien. Hier eventjes een streepje en hier even een streepje. Wat ook kan, in dit geval, is dat je hem hier even achter schuift. En hem dan even aftekent. Zo. Oh, nou heb ik een beetje. Zo. Ja, prachtig papier hè. Ik vind het ook echt heel mooi papier. Dan doe ik hem iets groter als mijn aftekening. Altijd toch een beetje bijwerken. Kijk, dan ga ik even schuiven. En dan vind ik dat hij aan die kant ietsjes groter moet. Zat een beetje op gevoel. Nou, en ik ga daar dadelijk sowieso nog afbeeldingen overheen doen. Dan heb ik trouwens wel een tipje. Ik had hier natuurlijk bloemetjes gedaan. Superleuk. Maar ik zou adviseren om die bloemen dus niet nog verder naar beneden te doen. Want nu is hier maar een heel klein stukje ervoor. Dan is het niet erg. Oh, met deze zakjes die. Even goed in doen. Maar het is wel handig als je je vinger er gewoon nog in kan doen om jouw theezakje eruit te halen. Dus dat je niet dat gat zeg maar helemaal volplakt met leuke versieringen. Ik moet iets naar beneden zie ik. Want dan kun je je theezakje er niet meer goed uitpakken. Dus zorg ervoor dat je wel nog wat ruimte hebt om hem te pakken.
Nou, dan gaan we deze er nog even opplakken. En dan ga ik de versiering dadelijk even afmaken. Want de tijd is weer omgevlogen. Nou, de afmetingen voor de deksel, die had ik er ook op mijn papiertje bij gezet. Dus die kunnen jullie ook nalezen. Dat is de strookjes zijn 2 keer van 5,5 bij 1,5 en 2 keer 6 bij 1,5. En ik heb voor dit stukje hierboven, oh die had ik er niet opgeschreven zie ik. Daar heb ik voor gebruikt 6 bij 5,5. Die zal ik er nog even aan toevoegen. Kijk, en zo loopt ons patroontje helemaal door. En kunnen we hem gaan beplakken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om met mij mee te kijken en om dit te maken. Ik vond het erg gezellig. Ik zou zeggen, als je hem gaat maken, dan vind ik het onwijs leuk als je het even laat zien. En zaterdag is er dus een online demo dag. Dus hartstikke leuk als jullie er dan weer bij zijn. En ik hoop dat ik jullie dan weer mag zien. Een hele fijne dag. En tot zaterdag. Dank jullie wel. Bedankt voor de leuke reacties. Tot de volgende keer.